Deze nieuwsuitzending, die wordt heel lief. Ik ga het hebben over het zijn van een christen. Daar heb ik veel over te vertellen. Ik heb zoveel dingen meegemaakt met christenen. Alle dingen even leuk. Een grabbelton. Ik heb ook dingen meegemaakt met Koranisten. Die vond ik ook wel okidoki. Want ik ben een christen. Ik ben niet bang. Ik ben bang voor God. En meer niet. Voor de rest kan iedereen mijn rug op. Nou, voordat ik dan begin te luisteren naar mijn eigen verhaal, mijn eigen litanie, mijn eigen klaagzang, oftewel mijn eigen geouwe hoer, wil ik reclame maken voor Alan Watts en Jörg Griesman. Dat moet wel, want ik gebruik de namen van deze twee mensen in de titel van deze video. En ik kan niet via hun, over hun rug, een beetje traffic naar. Nee, dat kan niet. Ik moet er wat voor terug doen. En dat doe ik. Dus elke keer ongeveer een kwartier reclame voor Alan Watts en Jörg Griesman. En dan niet van die repeterende reclames. Nee, elke keer fris opnieuw begonnen. Want jullie gaan, gadverzakkers, luisteren naar deze twee mensen. Hebben jullie goed begrepen? Ik ben wel bijna door al mijn geld heen, maar ik kan nog €500 opzij zetten. En dan stuur ik 4 van mijn Marokkaanse vrienden op je af. En dan chop. En dan een briefje erbij. Hij heeft niet geluisterd naar Alan Watts, terwijl hij wel gehoord had van het woord van van Perry. Er was iets anders wat ik wilde zeggen en dat had gerijmd. Lekker. Vroeger, en toen ik was ik 14, 15 of zo. Had je die sportwinkel en die heette Perry van der Kar. En die verkochten sportkleding en van alles. Ondergoed, dus zeg het maar. Rolschaatsen, schaatsen. Perry van der Kar. En die hadden een product en dat was een push-up BH. Dat is een BH. Ik snap het echt niet hoor. Maar ja, vrouwen zijn masochistisch van aard of zo. En die willen dan zo'n metalen ding eronder heen hebben. En dan gaan die, ja, die borsten omhoog. En dan lijkt het net alsof ze de tieten hebben van Marilyn Monroe. Een soort voorganger van de kunstmatige implantatie. De push-up bra. En het motto was: wat God niet geeft, geeft Perry. Nou, dat hing dan overal in de stad, hè. Dan loop ik daar een beetje met mijn fiets aan de hand, want mijn band is weer eens lek. En dan kan je iets meer tijd hebben om te kijken naar de omgeving. En dan zie je zo'n reclamebord hangen. Wat God niet geeft, geeft Perry. Dan denk ik van wauw. Hebben jullie het over mij? Ja, het is een mooie boel. Jullie gaan luisteren naar Alan Watts. Ja. Jullie vrouwen ook. Ja. Ook al heb je slappe tieten. What do I fucking care? We hebben het over.
Moet ik jullie tieten geven? Of wat? En trouwens, Perry van der Kar, die gaf je alleen maar de indruk naar de buitenkant, de buitenwereld, van tieten. En dat slaat nergens op. Hey, er is die mop van twee vrouwen, die kwamen elkaar tegen en die waren zo in de 20 tegen de 30. En die ene vrouw zegt tegen die andere vrouw, je was toch verloofd? En die andere vrouw zei, ja, dat was ik, maar nu niet meer. Oh, zei die andere vrouw, hoe kan dat nou? Nou, zei die vrouw, ik zag hem voor het eerst in zijn zwembroek. En toen zag hij er zo onaantrekkelijk uit. Zonder zijn portemonnee. Ja, het is een mooie boel. Jurre Gliesman ziet de hele zaak een beetje vrolijker. Want hij bekijkt de zaak vanuit de Bijbel. Erg te waarderen aan Jurre Gliesman. En Alan Watt die ziet de zaak ook heel zonnig in, want hij zegt, jullie zijn allemaal een stelletje ongelofelijke e-hals. Kortom, fools to the left of me, jokers to the right. Ik zit er tussenin. Hè? Jokers to the left of me, nee. Fools to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Ja, behalve dat het hier gaat om genieën op het gebied van geschiedenis. En de wezenlijkheid van de mens. De tijd is voorbij dat wij dachten dat we in Amstelveen... Zouden we vliegtuigen gaan bouwen van Fokker? Antonie Fokker. En alles zou goed komen met ons. En toen zagen we die door ons gebouwde vliegtuigen als het ware naar Afghanistan vliegen. En dan kijken waar Obama's in laden. Of weet het niet nou? Waar die in een grot zat. Ja. En die burgerbevolking daar aan flarden geschoten. Ha, 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 ha. Maar die tijd is voorbij. En iedereen die niet begrijpt dat die tijd voorbij is, die loopt achter. Die is achterlijk. Gek in zijn achterhoofd. Het is over. Ik wil het niet meer zien. Ik kan wel zeggen, oh Perry, daar ga je weer. Je lijkt God wel. Ja, inderdaad. Ik wil het niet meer zien. Ik wil geen bommen meer zien op Irak of Syrië of Libië. De Centraal-Afrikaanse Republiek. Je moet... De kraan staat open en de gang wordt nat. Dan kan je wel blijven dweilen. Maar wie draait de kraan dicht? Snap je? Ze lekker eventjes freewheelen met ons allen. Ja? Wij moeten langzaamaan gaan veranderen naar degene die wij zijn. Wij kunnen heel veel kwade dingen doen. Vooral als we ons gaan organiseren. En er zitten kwade elementen in. Honden kunnen bedorven vlees eten. Daar hebben ze geen last van. Maar wij mensen niet. Als wij mensen giftige woorden horen, dan worden wij ziek.
Dat begint op de tv. Maar wij luisteren ernaar. En, nou, Alan Watt weet er alles van. Hoe onze kinderen vergiftigd worden door wat er op internet staat. Mijn dochter die kwam op een dag nog heel vrolijk bij me binnen. En die, lalala. En ik zei, heb je gehoord van die ISIS-filmpjes dat ze mensen onthoofden? Nou, zei mijn dochter, daar kijk ik niet naar. En ik, halleluja, prijs de Heer. Not. Je kan er maar beter wel naar kijken. 1 à 2 keer en heb je het trucje wel door. Het is toch de bedoeling dat wij als mensen iets van waarnemingsvermogen ontwikkelen onder onszelf. Van mij mag je kijken hoor naar ISIS-onthoofdingen. Maar het stelt niks voor. De bankiers onthoofden. Dat zou nog beter zijn. Maar het stelt niks voor. Daar gaat het helemaal niet om. Er is een wil. En die wil die manifesteert. En die wil komt tot macht. Dat weten die klojo's, die noemen zichzelf van de geheime genootschappen, de esoterici of satanisten of whatever. Die weten dat ook. Die wil komt tot macht, of de wil komt tot macht. Nietzsche heeft gezegd, dat wat tot macht komt, is de wil. Wat niet tot macht komt, is de wil niet. Ja, praat ik Frans? En hoe zit het met het tot macht komen van die homootjes die we nu hebben? Een beetje bommetjes, gooiertjes op Irakjes. Ja, maar dat wordt allemaal betaald door de paus, dus daar maak je daar geen zorgen over. Ja, maar hoe komt die paus aan die money? Nou, Perry, dat weet je zelf best wel. Er zijn meerdere theorieën over. En moet ik die nu allemaal van jou gaan oplezen? Ja, nee. Ik vraag aan jou, hoe komt die paus aan die poen? Om bommen te gooien op Cameroen. Ja, maar nu drijf je de zaak wel heel erg op de spit, hoor. De spits, want dit accepteer ik niet. Nee, hoe komt de paus aan zijn poen? Perry, dat weet je best wel. In vroege tijden was het zo, als wij dan zonde hadden begaan, dan konden we betalen aan de paus voor onze zonde. En dan kregen wij een brief. En dan kon je niet meer veroordeeld worden door een rechter. Ja, inderdaad. Goed geantwoord, Jochem. In vroege tijden was het zo, dat als je stoute dingen had gedaan, dan kon je ter biecht en dan betalen. En dan kreeg je een aflaat. En je had betaald aan de paus en nou, dan was voor de rest alles goed. Zo komt de paus aan zijn poen. Zo kwam de paus aan zijn poen.
En daarvoor heeft, tussen haakjes, de paus, was dat met militaire onderdrukking. Maar dat werkt niet zo lekker, man. Nee. Er kwam Alaric uit het oosten. Het Romeinse Rijk is toen gechop. Maar zo kwam de paus aan zijn poen. En hoe komt de paus nu aan zijn poen? Nou, volgens mij is de paus heel erg arm. Want elk jaar gaan wij daar vanuit Holland naartoe met bloemen om die man te bedanken voor zijn armoede. Joep. Het woord stupiditeit. Weten jullie wat dat betekent? Ja, maar als sommige mensen dat doen, dan vind ik dat wel leuk. En het komt op tv. En dan zie je weer eens dat de paus, die arme man, dat hij bloemen krijgt uit Holland. Yep. Hey, ik ben sprakeloos over de stupiditeit. Ik begrijp dat niet. Waarom ga je nou bloemen brengen naar Vaticaanstad voor een mens met een muts op zijn hoofd? En dan onderwijl nog een beetje lopen te zeiken over Mohammedanen die dan eens per leven naar Mekka moeten om met z'n allen te gaan lopen rondom een kubus. De tweede wet van Mozes luidt, no idolatry, geen idolatrie. Nee, natuurlijk niet. Als je naar Mekka gaat, dan ga je naar Mekka. En dat kan hartstikke leuk zijn. En met tante, hoe heet al die tantes daar? Fatma. Dan ga je met tante Fatma. En tante Jasna. En tante Nooran. En tante whatever. Dat is wel leuk. En dan een paar rondjes lopen rondom een kubus en dan gaan we weer helemaal terug. En dan heb je onderweg lekker thee, lekkere broodjes en die bus die hobbelt goed over die zandweg. Kijk, die gebeurtenis kan heel mooi zijn. Maar is niets verhelderends. Mekka is niets meer dan een zandplaats met een kubus. Ja, maar in die kubus zitten hele belangrijke dingen. Dat is idolatrie. In mijn woning heb ik een aantal foto's die hangen aan de muur. Dat is ook idolatrie. En als je morgen langskomt, diep in de nacht, en dan jat je al die foto's en ik word morgen wakker en denk, hé, waar zijn die foto's? Nou, dan zijn ze weg. Ga ik dan janken? Nee, natuurlijk niet. Ik heb helemaal geen reden tot janken. Waarom zou ik? Ik ben geen idolaat. Of nee, geen idolatorist, moet je zeggen. Katholieken zijn het wel. En Mohammedanen. En Hindoestanen, die ken ik niet of nauwelijks. De mensen die ik ken uit dat gebied, die...
Die zijn christen. Geworden. En dat is me goed ook. Want christen moet je zijn. Dan zijn we lekker teruggekeerd op het punt waar ik vandaan kwam. Hè? Christen moet je zijn. Dat is de volksmetafysica. Het pre-christendom, dat heet het jodendom. En Christus is verweten dat hij liep te zeiken over het jodendom. Over het Oude Testament. Oftewel de wet en de profeten. Dus tegen Christus werd gezegd. Maar ja, jij loopt te zeiken over de wet en de profeten. En de Christus zei van nee. Dat is niet waar. Ik ben hier niet om de wet en de profeten, het Oude Testament, te weerleggen. Ik ben er om dat te vervullen. Te eindigen. De allerbeste mythos die je maar had kunnen verzinnen. Ik zag zo'n uitzending met die vent, Muhammad Ali, die bokser. En die heette daarvoor Cassius Clay. Ja? Cassius Clay, dat is een negroïde man. Dat maakt me helemaal geen donder uit. En Cassius Clay, die zat te zeiken. Ja, maar waarom is al de... Waarom zijn de engelen wit? En dit is wit en dat is wit. Nou, punt 1, ik weet niet wie de wit is. Ik ben niet wit, ik ben blank. Ik ben net zo bruin als Cassius Clay na 6 maanden zonnebank. Daar gaat het helemaal niet. Dat is wat het christendom dicteert. Rasonderscheid telt niet. Dat is in het Oude Testament al verboden. Ja, je hebt die ene stam en die andere, weet ik veel, de gemmes, bla 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 bla. Maar denk goed dat in Numeri 31 stond, destijds en nog steeds staat, dat als je een ander volk afmaakt, dat je de jonge meisjes, die er niets aan konden doen, die nog niet geneukt zijn, ja, die mogen binnen. Het christendom omarmt die gedachte van Numeri 31. En dan kan je dat moeilijk vinden, dan kan je dat lastig vinden, dan kan je dat harder. Maar hoe moet ik dat begrijpen? Hoe moet ik dat begrijpen? Nou, luister naar die uitzending van mij en Jurk Liesman over Numeri 31. Of lees je eigen Bijbel. Jij als christen, je hebt er al 9 euro over. Homo. Voor 9 euro koop je hier om de hoek in de Koningsstraat. Bij de Fakkel. Koop je een koning James, of een koning Jacobus, of King James. Koop je een King James van 1611. Voor 9 euro. Ha, 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 ha. Heb je toch je eigen Bijbel? Ga hem zelf lezen. Daar heb je wat beters te doen hoor, dan dat je naar Game of Thrones kijkt.
Een christen is per definitie een verstandige. Je hebt de metafysica. Dat is een, ja, dat heb ik gedaan. Daar heb ik goede cijfers in gehaald. Ik snap precies waar die lui het over hebben. En taalkundig is dat harsh op zijn Engels. Even vet, hadden wij zeggen. Ja, de meeste mensen trekken dat niet. En dan neem je de Bijbel en er staat in Genesis 1 vers 1... In den beginne schiep God hemel en aarde. Dat is de NBG-vertaling. In de Statenvertaling... Ik pak hem er nog even bij, is toch wel leuk. Het is oud, ook echt wel mooi hoor. Statenvertaling, ja precies. Ik heb hem al. En dan even scrollen. Het Oude Testament, ja precies. In de Statenvertaling staat... Wat staat hier eronder? Een van de samenvattingen zie je. Ja, oké, Genesis 1. Ja. In de Statenvertaling staat... In den beginnen schiep God... met een hoofdletter G, den hemel en de aarde. In de NBG staat wat anders. Hoor. Die heb ik hier ook liggen. Het gaat toch over christenen en ons, de belangrijkheid van ons zijn. Anders zijn niet alleen wij verloren, maar ook degene om ons heen. En dat wordt niet leuk. Oké, in de NBG staat... In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus in plaats van den hemel is het de hemel geworden. Ja, tegenwoordig zou ik zeggen, in den beginnen schiep God hemel en aarde. Voor de rest je bek houden. Ja, maar wie is God dan? Nou, dat is degene die de hemel en de aarde heeft geschapen. Homo. Ja, maar wie kan er nou de hemel en de aarde schapen? Nou, God. Het is niet zo moeilijk hoor om een christen te zijn. Een kwestie van logica. De andere mogelijkheid is dat je denkt dat het... Want de hemel staat voor de geestelijkheid. Waar de engelen wonen en dat soort dingen. En God natuurlijk de hemel, de vader van de hemel is. Dat is de geestelijkheid. En de aarde is de materialiteit. En daaraan vooraf gaat de tijdelijkheid... In den beginnen. Huh? Heel veel mensen hebben moeite met die uitspraak. Van, oh, dan moet ik God gaan aanbidden. Nee! Er staat helemaal nergens in de Bijbel dat je dat moet. Ergens hebben de volgelingen van Christus aan Christus gevraagd... van als we dan bidden, wat moeten we dan bidden? Wat mogen we bidden? In Matthäus 6 staat... en als je gaat bidden, doe dat niet met je kont omhoog... ten overstaan van je achterbuurvrouw. Tof, hè? Om christen te zijn. Dan hoef je niet te bidden. Natuurlijk mag je
Voordat je gaat eten. Iets. Nou, dat kan toch van alles zijn? Mama heeft lekker gekookt. En de kinderen zeggen van. Oh, het ruikt lekker. En mama zo glimlachen naar papa. Van ja. Even voor jullie vrouwen. Als je dat toch wil leren. Om echt een christelijke vrouw te zijn. Met gemene ondertrekjes. Een hele goeie is. Uien bakken. En een appeltaart in de oven. Nou, die gebakken uien, dat is een grondbasis voor iets wat je leuk gaat maken. Iets met linzensoep. Linzensoep begint ook met uien. Wel, als christen mag je koken, hoor. Dus even een christelijk gerecht, de linzensoep. Dat is een super interessant gerecht, hoor. En linzen kost geen drol. Moet je dat zeggen op z'n Duits? Dat kost het kein drolle. Nou, het werkt als volgt. Ik zou dan gaan, als je er voor linzensoep gaat, dan zou ik puur veganistisch gaan. Ik. Ja, maar moet je zelf even kijken. Een beetje kippenbouillon. Want al die rijke mensen hebben al de kippenvlees opgegeten en al die kippenbotten blijven over. En wat doen we dan met die kippenbotten waarvan de rijke mensen de filets hebben opgegeten? Ja, die kan je laten wegrotten op een afvalberg en aan de wurmen geven. Of je maakt er linzensoep van en dan uiteindelijk worden die kippenbotten, ja, die moleculen, die komen op de afvalberg. Ja, natuurlijk. Nou, linzensoep, hoe maak je dat? Nou, ik zou kiezen voor linzensoep met kippenbouillon. Dat maakt het echt compleet, hoor. Nou, dat werkt als volgt. Olie in de pan. Uien erin. Knoflook moet erin. En dan zou ik gaan voor. Ja, die knoflook moet je schoonmaken. En laat je vingers goed stinken aan die knoflook. Dat je goed aan je vingers ruikt. Van, oh, is het lekkere knoflook. En haal die stengeltjes eruit van die knoflook. Want soms heb je dat. En dan kop je van die knoflook en die zijn al half volgroeid. Dat middenstuk eruit. En chop chop, dat hoeft niet. Maar we gaan heel zachtjes braden. Ja, uitje, een mooie ui heb je klaar. Een lekkere hup. En gember. Nou, gember, dat is geen enkel probleem. Dat kan je overal kopen. En je legt het in de diepvries. En het blijft 5 jaar goed. En van die diepgevroren gember, die kan je lekker raspen. Dat maakt me niet uit. De schors van de gember. Ik zou hem afhakken. Maar, sop is de kool niet waard, hoor. Het gaat om de gember. Koriander erbij. Korianderzaad. En komijn. En geel wortel. Lekker laten pruttelen. Zacht vuur. Die uien worden helemaal zacht. En die knoflook die trekt erin. En lekker die koriander erbij. En die komijn. En dan gaan de linzen erin. En wat ik leuk vind is om dan het vuur omhoog te gooien. Dus dan krijg je gebraden linzen. En onderwijl heb je een liter. Ja, het ligt er even aan hoeveel gasten je hebt. Maar een liter kokend water met een blok kippenbouillon erin.
en een aantal tomaten. Tomaten ook niet moeilijk mee doen. Dat groen van die tomaat haal je eruit. En voor de rest laat je die tomaat met rust. Alles eten we op. Inclusief zaadjes, maakt niet uit. Chop, 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 chop. Stukjes tomaat. Gooi er allemaal in. Ja, ik ben een voorstander van een aantal goede Spaanse pepers. Maar die kan je ook later toevoegen. Dat je een sambal maakt. Dat is wel aardig. Nice wilde ik zeggen. Ja, ik luister zoveel naar die Engelse radio. Ik ga er bijna Engels van spreken. Maar het is nice. Aardig. Naar je gasten toe. Dat weet ik inmiddels. Goede sambal erbij. En die linzen, die moeten 3 à 4 uur, 5 uur pruttelen. En dan wordt het een soort ertersoep. Zonder vlees heb je helemaal niet nodig. Er staat in de Bijbel, het is een heel mooi verhaal over linzensoep in de Bijbel. Dan mag ik ook wat van die soep. En dat was de homo. Die zijn vader bedroog. Zoiets was het toch? Ja, ik ben niet bijbelvast. Ik ben christen, maar ja, ik weet van alles van de binaire stelsel en het periodiek systeem der elementen. Maar ik ken niet alle versen en precieze verhalen van de Bijbel uit mijn hoofd. Ik weet wel dat dat wat in de Bijbel staat, dat is volksmetafysica. De enige toegang van het volk tot de metafysica. En als je de Bijbel niet aanhangt, ja, ga je jezelf ophangen aan je eigen onderbroek. Dat lukt je toch wel, kuthomootje. Want zo wordt tegenwoordig gesproken, hè. Mensen maken elkaar uit voor rotte vis waar je bij staat. Waarom? Het is helemaal niet nodig. Ik zei net kut homootje, maar ja, ik ben aan het uitzenden. Ik ben nu aan het artisteren. Aan het optreden. Ik mag het nu zeggen. Maar in real life, dat doe ik dat niet hoor. Ja, soms als ik dronken ben. Dan vloept mij er wel eens een woord uit. Maar dan kan ik altijd achteraf zeggen tegen God. Als God tegen mij zegt, ja, toen op 13 september 2016... heb jij om 18 minuten over 4, heb jij tegen Karel gezegd dat en dat. God zegt, ja, dat kan kloppen, ja. Ja, welke dag was het precies? Hij kon er wel mee weg. Ik wil ook niet omgaan met mensen die ik kan beledigen. Want ik ben een christen en jij kan mij niet beledigen. Want ik ben een christen. Ja? Mijn Heer, dat is Jezus Christus, die is gestorven aan het kruis. Voor mijn zonde. Dus jij gaat niet tegen mij lopen homo, kut homo. Ik heb afgerekend. Ik heb mijn tranen gehuild. En later heb ik ook nog God zelf gezien. Nee, halleluja, prijs de Heer. Nee, dat was leuk. Ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest. En ik zei, dat was niet zo leuk toen ik God zag. Op dat moment. En nu kijk ik naar God door te kijken naar de bomen en de vogels en wat dan maar. Wat zag ik vandaag nou? Een stelletje goudvissen. GELACH
Oh. Dat is een school, dat is een grappig verhaal. Hè? Maar hier in Arnhem, de overheid is altijd met ons bezig. We moeten de mensen bezighouden, want als we de mensen met rust laten, dan krijgen ze zelf ideeën. En daar zit de overheid niet op te wachten, de Babylon. Ja, we moeten de mensen bezighouden. Nou, hebben ze nou weer verzonnen. Hier in Arnhem hebben ze als eerste die rivier verlegd. Dat was ook nergens voor nodig geweest, maar dat hebben ze gedaan. In de hoop van, nou, we leggen die rivier aan tegen de heuvel. En dan creëren wij een hele fijne plek voor allemaal mensen die daar samen willen komen. En dan gaan wij BTW heffen. En accijns natuurlijk. Dus al die mensen gaan werken. Dus je moet een fijne woonomgeving maken. En dan gaan al die mensen werken. En dan krijg je loonbelasting en benzineaccijns en de BTW over de benzine. En alcoholaccijns en de BTW over de alcoholaccijns. Kortom, een moving business. En dan willen ze die boel levendig houden. Nou, het is als volgt. Je hebt de Hoge Veluwe. En die heet de Hoge Veluwe. Nou, christenen zijn heel erg rationeel, hè. De Hoge Veluwe heet de Hoge Veluwe omdat het hoger is dan Arnhem. In Nederland regent het. Vaker dan in de Sahara. Of de Kalahari. Hier regent het regelmatig. Ja, laatst ook weer hoor. De hele tijd was het 26, 27, 30 graden. Wow. Alleen maar chemtrails in de lucht. Die chemtrails die gingen niet eens tot echte wolken worden. Ik ben een chemtrail, ik ben mislukt. Dan moet je weten wat zo'n vliegtuig kost, hè? Om even te chemtrailen boven Arnhem. Die lui die betalen zich dood, man. Maar goed, in Arnhem regent het toch. Ja, dan komt altijd water komt omlaag. En het water gaat omlaag. We hebben die platte aarde-theoristen nog een groot probleem mee. Want waarom gaat het water niet omhoog? Het water gaat omlaag. Want eerst heb je dat water in de lucht. Dat noemen we regen. En dan komen allemaal van die druppeltjes. Drup, 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 drup. Ja, dat gaat allemaal omlaag. Richting de laagheid. En dan heb je zo'n... Eerst was het een beek. En toen hebben ze die beek overdekt... Je hebt een straat en die heet de Bovenbeekstraat. Er is altijd water stroomt omlaag. Het gaat allemaal prima. Het stroomt vanzelf naar de rivier, de Rijn. Ja. Nou, we gaan die beek naar boven halen. Dat hebben die klojo's gedaan. En het punt was toen bij het ontwerp, en dat is het nog steeds, want ik las in de krant dat dat hele project met die beek, die deed het niet meer. Kijk, nu word ik even stil. Ze hebben die beek boven gronds gehaald, maar de beek deed het niet meer. En de Gelderlander die zei, het was slechts een stroomstoring. De stroomstoring is opgeheven en de beek doet het weer.
Nou, dan ben ik niet gek in mijn achterhoofd. Dan denk ik van, hoezo heb je elektriciteit nodig om de beek te laten stromen over het Eusebiuskerkplein? Ja, vind je het gek? En dat water zit helemaal onderin. Oh man. Dat moet omhoog gepompt worden. En dat water omhoog pompen, daar heb je een pomp voor nodig. En voor een pomp heb je diesel nodig of elektriciteit. En als de pomp het niet meer doet, ja, dan stopt de beek. Dan gaat het water haar eigen weg. Dat water stroomt wel naar de Rijn hoor. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Als het maar geregend heeft. Dan hebben ze dat project dus gestart. En het kerkplein, daar loopt dat nu een beek. Dat is helemaal geen beek, dat is een kunstmatige beek. Een of andere pomp en blablabla. En ik heb die ingenieurs zien lopen hoor. Helemaal zo tegen die bouwvakkers zeiden van ja, de bedoeling is dit en de bedoeling is dat en we gaan het zo doen. Ik kan niet meer fatsoenlijk vanuit mijn woning in een rechte lijn naar de Spar. De supermarkt. Er werken heel aardige mensen. Nee, ik moet, want de beek is naar boven gehaald. Oh, zo'n bak water erin, dat loopt de hele tijd door. Pompen de pompen de pomp. En vandaag stond ik er te kijken. Dan kijk ik in die beker, het is toch wel leuk hoor. Een stelletje Arnhemmers, die hebben daar goudvissen in losgelaten. De vraag is of die beestjes de winter overleven. Ik denk een goede kans. En hebben ze twee soorten goudvissen losgelaten. De originele, de originaal, de oranje goudvis. En zo'n, een zwarte goudvis met witte vlekjes. Een soort zwart albino goudvis. Dat zijn roofvissen. Maar die kunnen ook, en daar heeft de gemeente goed voor gezorgd. Dat moet ik ze nageven. Ze hebben plantjes geplant. Van allerlei, hoor. Echt wel wat moois van gemaakt. Ze hebben mij lopen pesten dat ik niet in één keer naar de supermarkt kan lopen. En ze hebben niet tegen de bevolking verteld dat ze dat water omhoog lopen pompen. En dat het een kunstmatige beek is. Dus dat zijn een stelletje leugenaars. En dan kijk ik daar vandaag. Ik moet het altijd, dan loop ik naar de Spar. Moet je toch, dan moet je over de Vitessebrug. Want dan geven het volk brood en spelen. Die brug heet dan Vitesse, dat is de voetbalclub van Arnhem. Dan loop je over die brug, dan moet je naar links. Dan moet ik altijd even kijken hoor. En wat zag ik vandaag? Die goudvissen, die zaten in een school. Met z'n allen. Die zwarte, die neger goudvis... Die zwom er gewoon tussen. Er was niks aan de hand. Lekker met z'n allen, met z'n allen. En dan zie je ook die goudvissen af en toe eventjes knabbelen. Dan gaan ze een beetje vegetarisch lopen doen. En dan eten ze. Ik weet niet wat de spul heet wat er groeit. Dat hebben ze mooi gedaan, de gemeente hoor. Geen probleem. En ik zag ook allerlei mugjes, insecten. Lekker een beetje bzz, 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 bzz. Ik maar zo. Ja. Dan hebben die goudvissen wat te eten. En als die insecten dan eitjes gaan leggen, ja, die leggen ze in het water.
Toch? Of er gaat er weer eentje, ja, van die waterschuivertjes. Waterschuivertjes. Van waterlopers. Die zaten er ook. En die goudvissen, die waren helemaal doorvreten. Die zien die waterlopers wel heus wel hoor. Die kunnen ze zo pakken. Maar die aten niet. En toen in ene, woesh, die hele school uit elkaar. Iemand had, een van die goudvissen, die had geroepen, Wolf, Wolf. Iedereen vluchtte weg, man. En ik ging er alleen maar over de, ja, over zijn leuning zo te kijken. En ik dacht, wat is er nou aan de hand? En die insecten lekker blij. Kijk, het verlies voor mij dat ik niet in een directe lijn kan lopen naar de spar met dat aardige personeel, dat is niet zo erg. Dan loop ik wel om. Ik ben geen homo. Ik ben geen softie. Dan loop ik wel om. En dan kijk ik naar die leuke visjes. Ja, woe! Ik denk, jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Maak je zorgen over de komende winter. Goed lekker dooreten. Er is daar genoeg te eten. Het zijn allemaal ja, een soort mosachtige ja, waterplanten. Ja, eet je dat maar. Dan komen die insecten komen erbij. Ja. Als je mazzel hebt, dan gaan die insecten nog larven leggen voordat het winter wordt. Nou, al die larven opeten, zou ik zeggen. En ik zie jullie wel weer in maart. Ja. Als die beek ooit overvriest. Als die niet overvriest, ja dan blijf ik je de hele winter zien. Maar ze moeten wel genoeg te eten krijgen. Misschien dat je die goudvissen moet bijvoeren. Want die Arnhemmers hebben dat gedaan. Hè? Niet de gemeente. Die Arnhemmers hebben goudvissen uitgezet. En mochten die Arnhemmers dat doen, ja, wat mij betreft wel hoor. Die goudvis heeft geen schijn van overlevingskans. Dat kan ik me niet voorstellen. Die moet je bijvoeren. Misschien gebeurt dat. Dus dan is er niks aan de hand. Het is mooi om te kijken naar zo'n school van vissen die dan in één keer uit elkaar. Alsof er een bom explodeerde. En er is helemaal geen bom geëxplodeerd op dat moment. Het was waarschijnlijk die neger goudvis. Die maakte een rare beweging. En de rest van de niet-neger goudvissen dachten van, ah, je bent een nat. Allemaal wegwezen. Het kan ook een gewone oranje goudvis zijn geweest. Ik weet het niet. Ik heb het niet gefilmd. Ik doe maar een gokje. Maar ik zag al die insecten zo. Bzz, 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 bzz. En die waterlopers, waterschuivers. Nou, er is genoeg eten voor jullie. Tot nu. En oh, wat mooi is het om te kijken naar de schepping, naar de schepping van God.
Zelfs als de gemeente dat kunstmatig creëert met een elektrische waterpomp. Stel je hamhuis. Nou, als christen heb je een heel helder beeld over hoe Babylon opereert. Gekke projecten. Het is idolatrie. Kijk, dat er was een beek. Oké. En die beek heb je helemaal afgedingest. En dat is allemaal oké. Ja, en nu stroomt het water naar de Rijn. Nou, that's it. Het water gaat omlaag. Het water stroomt naar de zee. Uiteindelijk. En om het water op een plek, op een geografie, omhoog te gaan pompen, om een beek te creëren. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Maar ik vind het wel leuk voor die goudvissen. Die hebben hun time of their life. Want anders hadden die goudvissen in een aquarium gezeten. Nee, maar nu zitten ze in het omhoog gepompte water op de Eusebius Kerkplein. Nee, maar dat is even lekker leuk bericht. Gaan we net met z'n allen doen alsof we zijn roofvissen, alles in de gaten houden. En met z'n allen, net als de SS in een school. En dan gaan we heel goed kijken. En als er één iemand een vreemde beweging maakt, en boom! Zou het eigenlijk lekker zijn, hè? Gefrituurde goudvis? Dat zou mooi zijn, hè? Dat die hele beek vol komt te zitten met 500 goudvissen. En dat er ook een reiger komt die zegt van, oh, nee, maar dit is leuk. En welke goudvis vind ik lekker? Even kijken hoor. Deze goudvis of die goudvis? En dan moet je, stel dat mijn dochter 3 was, hè, even teruggaan in de tijd. Dat ik mijn dochter meeneem en dan mijn dochter vraagt naar mij van, papa, daar staat een reiger. Ik zeg ja. Ja, zei mijn dochter. Wij gaan naar de supermarkt. Wat doet die reiger dan hier? Gaat hij ook naar de supermarkt? Zo leuk met kinderen. Die hebben die beperkte. Dat groeit allemaal nog wel. Niet ten goede altijd, natuurlijk, maar het groeit, hè. Maar kinderen hebben dat, hè. Wat doet die reiger daar? Ik zeg, nou, die reiger die doet hetzelfde als wij. En mijn dochter tegen mij. Hoezo, papa? Ik zeg, nou, die komt hier om eten te halen. En zo'n reiger zo, die stapt dan zo langzaam die beek in. En die hebben van die mooie stokken gepoten. En die gaan lekker in de rondte kijken. En net zoals die reiger in de rondte gaat kijken, gaan wij in de supermarkt kijken wat wij gaan eten. Linzensoep bijvoorbeeld. Goeie, hè? Over het christendom. Reigers zijn niet te eten, volgens mij. Het reiger-ragout? Het zou mooi zijn, hè, dat alle Arnhemmers
Dat stomme project van de gemeente. Helemaal vol proppen, niet alleen met goudvissen. Nee, sluierstaarten mogen er ook in hoor. En dan bijvoeren met larven. Mooie dikke vissen van maken. Ja, dan komen die reigers wel. En ik denk, hap, hap. Het is mooi voor onze kinderen om te laten zien. Ja, reigers die schijten. Dat stinkt als de hel, man. Maar wel hele goede stront, hoor. Voor een landbouwer is dat... Heb je regenstront voor mij? Ja, zie je nog. Ik heb ook heel veel regenstront. Dat gaat voor €20 de kilo, man. Perfecte combinatie van stikstof en fosfor en de rest. Want die heeft goudvissen gegeten uit de naar boven gebrachte Rijn. Nee, de beek naar de Rijn. Ja, het leven is hard. Vind ik zelf niet erg. Ik had niet een makkelijk leven gewild. Tegen God gezegd van... Is dit alles? Oeh, is dit alles? Oeh, is dit alles wat er was? Ja, bij mijn dood dus. Doe maar, daar is die tekst van... Is dit alles wat er is? Nou ja, natuurlijk een moeilijk leven. Maar wel met zoveel mogelijk humor en een beetje geinen. En hou op met dat gezeik tegen Mohammedanen. Gewoon per nu. Het is verboden. Door Perry. Ja? Ik heb het verboden. Per nu. Iedereen die nog zeikt tegen Mohammedanen, dan ga ik Mohammedanen betalen. En ik zeg, ik heb een selectie gemaakt. En dan geef ik jullie namen door, jullie pasfoto, jullie mogelijke verblijfadres. En dan mogen die Mohammedanen beoordelen wie van jullie als eerst gekromswaard wordt. Ik maak zo'n deal hoor. Je gaat stoppen met het zeiken tegen Mohammedanen. Je gaat een beetje christelijk worden. Homo! Ik vind ook dat er moet een stemmingsbelasting komen. Dus burgers van Nederland mogen een kruisje zetten op internet... of via heel makkelijk, via een app of zo. Want ik wil stemmen. Mooi zo, kost je €150 per jaar... En dan mag jij stemmen. En als je stemt op Geert Wilders, willen wij dat weten. Wij willen echt graag van op de hoogte zijn welke homo's onder ons er nog stemmen. Dat maakt het duidelijk voor ons. Want wij zijn christen en wij hebben helemaal geen moeite met Mohammedanen. Wij hebben moeite met het hiërarchische geloof. Dat wel. Ken jij de naam van de man die omging met Mohammedanen? En die had een Turkse huishouder. En die heeft leden van haar familie omarmd bij een verjaardag. En die leden van haar familie waren allemaal Mohammedaan. En hij had rosé. En jenever. Een koud bier. Een Turkse worst. Ken je de naam van die man? En weet je wat die twee Mohammedanen, die man en die vrouw, zeiden tegen mij? Nou, wij lusten wel een glaasje rosé. Ja, want ik ben een christen. Saap jezelf te pletteren. Het is het punt niet.
Ze aten geen varkensvlees. Over die varkensvleesangst heb ik hun niet over kunnen helpen. Die rosé was goed. Lekkere, verse rosé. Jij als christen, je bent liefhebbend, je bent openstaand, je weet van het Babylonische dogma, van die propaganda. En je hebt je naasten lief. Dat maakt niet uit. Jij bent een christen en je naaste is een Jehovah-getuige. Nou, dat zijn geen christenen. Maar dat maakt niet uit. Het is erg belangrijk dat jullie allemaal christelijk worden. Het openstaande geloof. De volksmetafysica. De enige. We hebben niks nieuws onder de zon. Ha, 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 ha. Wat een leuke mop was dat, hè? En jij gaat een christen worden. Je mag niet evangeliseren. Dat staat in de Bijbel. Ik ben aan het profetiseren. Jij gaat een christen worden. Dat is een profetie. En je gaat je ernaar gedragen. Dat is een profetie. En niet zelfs, niet straks. Nee, heute nog. Verdomme. Je veux l'amour. Kennen jullie de tekst? Heet die man? Ja. Die Belg. Je veux l'amour. Wat is die homo nou? Ik ben die homo. Homo. Ik wil dat jullie christen worden. En dat je ophoudt met het gezeik over het geloof. We hebben één geloof, het heet christendom. En voor de rest kan iedereen onze rug op. Wat moet ik langskomen? Of zal ik mijn team sturen? Incassobureau de honkbalknuppel. Ja, dat was een mooie afsluiting. Ik ben hartstikke lief van jullie dat jullie dit hebben uitgeluisterd. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.